Ondanks dat het zondag was, begon ik de ochtend lekker vroeg, want ik stond namelijk om 7 uur al in de gym. Want ik vind het onwijs fijn wanneer het zo rustig is en wanneer er eigenlijk bijna niemand te bekennen is. Op deze manier kan ik lekker rustig en op mijn gemakje mijn workout uitvoeren. Na het sporten ging ik eigenlijk direct Milo uitlaten, want hij moest natuurlijk ook zijn behoeftes doen. En na een korte wandeling ging ik nog even tijd met hem spenderen, want hij moest ook even zijn energie kwijt. En wanneer dat was gedaan, ging ik me klaarmaken voor de dag, want dat moest ook gebeuren. Ik had een outfit uitgekozen en ik had ontbijt voor mij en mijn vriend klaargemaakt. We hadden banana pancakes met een beetje fruit. En zoals gewoonlijk kwam Milo eventjes koekeloeren, want die wil altijd iets lekkers, maar dat krijgt hij niet altijd. Wij besloten om even met z'n drietjes op pad te gaan. Het weer daarentegen werkte niet helemaal mee. En ons plan liep ook anders dan gepland. We wilden namelijk naar een bepaald tentje toe, maar die zat vol. We waren even niet van op de hoogte dat het zondag was op dat moment. Maar uiteindelijk hadden we voor een alternatief gekozen en hadden we wat lekkers gehaald om vervolgens thuis te gaan eten. We waren er wel eventjes uit geweest, maar het was voor korte duur. We hadden bij Brioche een aantal dingetjes gehaald, namelijk een amandelcroissant en 2 Brioche broodjes. En het smaakte onwijs goed. Naast quality time stonden er ook nog wat huishoudelijke taken op de planning, zoals het verschonen van het bed. Dit doen we vaak gezamenlijk, omdat het dan veel sneller gedaan is. En ik moet zeggen dat ik dit werkje nooit zo superleuk vind, maar wanneer het is gedaan, voelt het wel heel fijn, want ik vind het heerlijk om in een schoon bed te liggen. Later op de dag ging ik ook nog eventjes een video bewerken en op een gegeven moment kwam Milo eventjes koekeloeren, want hij werd wakker van zijn app en Rits liet hem eventjes het uitzicht zien en hij vindt het heel interessant om naar buiten te kijken. Hij ziet van alles en nog wat gebeuren en dat vind ik eigenlijk ook best wel erg schattig. Nadat ik Milo in de regen had uitgelaten, had ik opeens de behoefte om te gaan opruimen. En het was niet per se nodig, maar ik vind het ook wel eens lekker. Het geeft ook wel een rustgevend gevoel. En ik vind het ook gewoon leuk om door mijn spulletjes heen te gaan. En te kijken wat ik nog wil gebruiken, wat ik weg kan doen, wat ik eventueel weg kan geven. Dus ik had hier mijn make-up voorraad uitgezocht. Of nou ja, mijn make-up, beauty, verzorging. Er zat eigenlijk van alles in deze mand. En alsof dat nog niet genoeg was, ging ik ook even de kast in de badkamer herorganiseren. Want daar heb ik allemaal crèmetjes en haarproducten liggen. En ondanks dat ik het heel fijn vind om op te ruimen, ben ik ook heel erg goed in rommel maken. Dus het was wel eventjes nodig. En omdat ik toch lekker bezig was, besloot ik om mijn make-up stash ook even te gaan herorganiseren. Want dat was ook wel echt een chaotische boel geworden. Dus ja, ik heb me wel lekker bezig gehouden deze middag. En toen realiseerde ik me ook dat er nog stof gezogen moest worden. En dit doen we altijd wanneer Milo buiten is. Dus als mijn vriend Milo aan het uitlaten is, dan ga ik even snel het huis stofzuigen. Want Milo is best wel bang voor de stofzuiger. Of nou ja, hij blaft gewoon heel veel wanneer hij de stofzuiger ziet. Dus het is wel typisch iets voor honden, maar ik vind het gewoon wat aangenamer om lekker op mijn gemakje het huis te kunnen schoonmaken. En niet met een blaffende hond naast me. Dus ja. Dit doe ik dagelijks, omdat ik een verharende hond heb. Toen werd het tijd voor avondeten en we hadden zalm uit de oven met wat patatjes. Heel erg simpel, maar het is zondag, hè. We wilden niet te moeilijk gaan doen. In de avond deed ik niet veel. Ik ging even lekker comfortabel in bed liggen. Mijn planning voor de aankomende week maken. En toen was het alweer tijd om te gaan slapen.